Maar dit is echt heel goed hoor. Het lijkt nu bijna alsof het gesponsord is, maar dat is niet zo. Oh, ik dacht dat het naakt was. Bier. Ja, bier, daar heb ik echt helemaal zin in. Nee, heb ik niet melden. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vetgezellig weekvlog. Ik ga deze week een paar dagjes weg met Guylaine naar Antwerpen. Daar heb ik heel veel zin in. Ik moet zo de metro nemen en we gaan met de trein richting België. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt niet heel erg mooi weer, maar ik ga wel de camera meenemen. Want ik vind het leuk om dit vast te leggen, om dit later weer terug te kijken. Wat ik sowieso ga meenemen is 3 doekjes, 3 smoking dog werkjes. En die ga ik lekker in Antwerpen ergens achterlaten. Het leek me wel eens een keer leuk om te doen. Ik ga in ieder geval richting de metro. Ik spreek jullie dadelijk in Antwerpen. Waar we alleen niet over na hadden gedacht, allebei, is dat het niet zo warm was als dat we dachten. Guylaine zei, het is hier toch al 2 graden warmer als in Nederland, maar dat viel tegen toen we naar buiten liepen. Zo, die vent heeft een strak shirt aan. Holy shit. Hier, met het oranje aan de overkant, met die... Oh, ik dacht dat het naakt was. We kunnen pas om 4 uur volgens mij het hotel in. 3 uur of 4 uur. Dus we gaan eerst gewoon lekker wandelen. Ik moet zeggen, als de zon schijnt, is het nog best te doen. Ja, dat is lekker. Ja. Maar goed, eerst even een drankje drinken. Hij lijkt inderdaad naakt. Misschien moet je even vragen waar die in het kroegje is. Wil je hem ook? Wil je dat? Voor jou halen. Om met een mondkapje in de kerk te lopen eigenlijk. Zullen we zo richting het hotel gaan? Ja, goed. Ja? Volgens mij mogen we zo naar binnen. Ja. We zijn al een tijdje in Antwerpen. Het is wel lekker. Het weer is, het valt me mee, moet ik zeggen. Het is nog wel lekker. Ja, toch? Ja. Nou, we zijn in de hotelkamer en we hebben net al via de Chromecast naar de Bachelorette gekeken. Het is echt een top hotelkamertje, moet ik zeggen. Best wel modern en via de app kan je dus alles aansturen. Je kan verschillende moods aansturen. Je hebt zelfs, je kan de temperatuur aanzetten. Dus ik heb nu de temperatuur op 0 gezet, maar je kan bijvoorbeeld op 3 zetten en dan gaat nu, als het goed is, de kachel aan. Of ik denk dat het de airco trouwens is. Helaas kan je niet de douche mee bedienen. Dat moet nog handmatig, dat vind ik wel een beetje jammer. Ja, je hebt hier dus gewoon een app en daar kan je alles op instellen. Het lijkt nu bijna alsof het gesponsord is, maar dat is niet zo. Ik ben er gewoon enthousiast over. We hebben een grote tv, je hebt 2 uitkijkramen waar je ook nog een bankje hebt zitten. Je hebt een douche. En je kan overal kan je aan knopjes zitten en dat vind ik echt top. En het zit nog wel dicht bij het Centraal Station, dus dat is ook echt fijn gelegen. Oh, er wonen hier mensen gewoon tegenover. Of is het een kantoor? Ah, is een kantoor. Ja, is een kantoor. Het
trouwens geen perfect licht dit voor het is, leven. Het is lelijk licht. Het is heftig licht, ja. Filmen, nee, ik film het al. Oké, we gaan even een pizzaatje eten. Niet zo ver hier vandaan lopen en dan gaan we lekker nog tv kijken daarna, ja, toch? Ja, schatje. Ja, echt top. Gewoon een chromekast in je hotelkamer. Ja. Stop. Nee. Dit is wel heftig licht, ja. Nee, doe maar. Oh, mooi dit. Je moet eens echt wat aan doen, het is veel te fel. Nee joh, dat is top. Nu zie je al je oneffenheden. Oh, dat is echt cool. We zitten bij een pizzeria, waar de muziek te hard staat. Dat is echt niet normaal. Maar goed, ik dacht eigenlijk dat het gewoon een normale pizzeria was, maar dit is meer een afhaal pizzeria. Ze hebben wel echt een vuur over. Ja, en er staat top 10 beste pizza's op. Ja, er staat inderdaad top 10 beste pizza's. Dus ik ben van Europa, dus dat wordt echt een heftige pizza dit. Dus dit is wat ik bij smaak heb met Antonio op heb, is hetzelfde soort pizza. Maar ik ben benieuwd of deze ook heel lekker is. Hij is wel lekker. Goeie pizza. Nee, ik ga je niet filmen, kom rustig maar. Oké, nou, we gingen dit... We gingen dus net eten. Nee. Dat was waar. Maar we aten was wel echt een beetje een afhaal restaurant. En de kok die had zijn... die was wel blij met de muziek die erop stond. Ja. Maar het was wel echt lekker. Het was lekkere pizza, maar het was wel meer afhaalpizza. Hier is het echt wel netjes. Ja, vind je dit wel nice? Dat is cool. Ja, ben je wel blij mee? Is dit wel goed licht? Kan dit ook? Oh, we zijn wel een beetje rood. Ja, maar dat komt door de... Door de wijn. Nee, komt door de camera. Oh. Hallo mensen, welkom op... Welke dag is het eigenlijk? Dinsdag, hè? Dinsdag. Ik heb echt het idee dat het een weekend is of zo. Het is dus dinsdag en vandaag hebben we eigenlijk de hele dag in Antwerpen. Morgen gaan we weer weg, helaas. Sad. Maar we gaan in ieder geval nu even lekker ontbijten. En daarna gaan we de stad in. We gaan naar iets toe waar ik nog nooit in Antwerpen ben geweest. Dat is iets van een kwartiertje lopen vanaf hier. Daar heb ik wel zin in om te zien. Ik weet niet of het heel erg boeiend is, maar het schijnt een creatieve plek te zijn. En je kan daar bovenop wat drinken en zo. Dus dat is wel leuk. Ik wilde misschien nog naar dat Mastmuseum. Om daarop bovenop te staan. Dat is ook wel leuk, toch? Ik moet eigenlijk ook nog allemaal dingen eten. Jezus, wat een drukke dag vandaag, zeg. Oh, yes. Eten. Top, hè? Ja. Ik heb sowieso wel trek in een Brusselse wafel. Even een Belgische wafel. En een papflap. Ja, die papflap wil ik inderdaad. Maar mocht je niet weten waar dit over gaat, donderdag komt er een video online waarin ik allemaal eten probeer die ik hier heb. Maar goed. In ieder geval, we gaan eerst even wat eten en daarna gaan we lekker de stad in. En ik neem jullie weer mee. Je ziet er prachtig uit, meid. Dank je, meis. We gaan. Zo, die camera lijkt ook zo groot gelijk, hè? Als je het zo ziet. Heb je vandaag nog iets wat je wil doen? Ja, naar Begijnhof, toch? Vind ik wel leuk. Wat was dat ook? Oh, dat die hofjes, Dorfje, toch? Vind ja, ik wel is leuk. Goed. Gaan we daar ook heen? En jij wilde ook ergens heen. Ja, we gaan eerst even. Ja. En je wil heel veel eten? Ja, ik weet niet of ik ga. Ik kan er niet allemaal op vandaag, denk ik, wat ik wil eten. Ja, maar je kunt dat delen met mij. Dat is waar, schat. Wil je zo'n appel? Nee, wat was het nou? Papflap. Wie die? Ja, ik ben nu... Ja, ik ben ook nog wel een beetje verzadigd, ja. Gewoon lekker lopen.
Hier ben ik nog nooit geweest in Antwerpen. Dat is echt wel leuk, want het is in de Joodse wijk. En het is een oud pakhuis en daarbij ook een oud ziekenhuis. Ja, het is een beetje zo'n creatieve plek met een dakterras waar ook bomen en zo op staan. Mag je alleen niet heen helaas zonder te reserveren. Maar verder ziet het er heel erg leuk uit en we zitten ook wel echt op een leuk plekje. Nou, daar ga ik even een stukje lopen. Weer. Een half uurtje lopen nog naar het centrum nu, hè? Ja, het is best wel ver van het centrum dit. Ja. Maar wel leuk. Dat is wel een leuke wandeling. Ja, toch? Ja. We gaan nu wel een andere kant op weer. Ja, ik kan geen foto's van Guilaine maken, ze moet zo zijn. Ze maakt ze zelf. Omdat ik niet de goede Engels fotografeer volgens mij. Dat is niet waar, ik durf gewoon niet te poseren. Nou ja, dat is waar. Je poseert minder goed bij mij. Ja, dat is wel waar. Ja. Terwijl je het wel kan. Ja, we gaan zo lekker lopen. Zullen we gewoon weer gaan lopen? Ja, is goed. Ja? We wilden op het Masmuseum, maar door de maatregelen mocht je niet zonder kaartje naar binnen. Dus dan moest je reserveren online. We kunnen helaas niet Antwerpen vanaf boven zien. Maar ik vind hier altijd wel een leuke buurt. Toch? Het ziet er wel leuk uit. Maar ja, goed. Gezellig. Maar ja. Jammer. Ik wist naar die straatje van de stad. Ja. Stil zijn. Tenminste, zo stil mogelijk. En het lijkt net een middeleeuwsachtig. En het is echt midden in de stad. Echt een binnenplaats. Het ziet er echt heel vet uit. Guilaine had het een keer online gevonden. Is hier al een keer geweest, maar ik ben hier echt nog nooit geweest. Ik zie echt allemaal dingen van Antwerpen die ik nog nooit gezien heb. Dat is echt heel leuk. We zijn even terug in het hotel. We hebben echt een lange dag gehad. Het is nu 6:30. We gaan nu zo naar Hum toe. En Hum, ik ga eens even kijken hoor wat het nou kreeg. Krijgt een 4,7. Ziet er echt heel erg leuk uit van binnen. We hebben al gereserveerd. Over een uurtje kunnen we daar eten. En het is allemaal hummus wat ze daar hebben. Ik denk dat we gewoon iets gaan delen. Je kan voor €45, kan je voor 2 personen, kan je allemaal dingetjes bestellen. Dat is misschien wel lekker. Daar heb ik echt best wel zin in. Ik heb ook wel een beetje trek. Dus dat is top. Eerst nog even relaxen en dan gaan we dadelijk richting Hum. Is het hummus of hummus of hummus? Laat het even weten in de reacties. Ja, wat zeg je? Want ik zei vroeger altijd hummus. Ik zei altijd hummus. Hummus. Zo, jezus. Dit is geen goed licht. Oh. We gaan dus even een kwartiertje lopen en dan gaan we lekker hummus eten. Mag ik dit nog zeggen tegenwoordig? Hummus? Of is dat al gelijk... Hummus? Ja, weet ik niet. Of omdat ik een accentje zeg. Je weet niet waar mensen tegenwoordig... Hummus. 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 Ik heb dit al vaker gegeten, maar dit is echt heel goed hoor. De hummus is heel erg zacht. En de baba ganoush is ook echt... wel anders dan dat ik hem ken, maar wel echt heel lekker. Een beetje spicy is deze. We hebben lekker gegeten en nu gaan we weer op weg naar het hotel. Gaan we lekker slapen, want het is wel echt een lange dag geweest. We hebben ruim 17 kilometer gelopen. Dus, 70 toch? 70 kilometer gelopen. En ja, nu nog even een lekker wandelingetje en dan... zie ik jullie morgen weer. Doegies. Doegies.
Oké, hallo mensen, welkom op woensdag. Vandaag is de laatste dag van onze trip, we gaan weer naar huis. Alleen, vandaag is het ook gelijk heel erg regenachtig buiten en dat is wel wat minder. Maar goed, we gaan er alsnog een leuke dag van maken. We wilden naar Kringlopen en we wilden papflap gaan halen, maar de papflap schijnt niet echt te bestaan. Want ik krijg wat berichten van mensen die Belgisch zijn, of Belgen, die zeggen van ja, ik ken dat helemaal niet. Dus ik denk dat ik ben ingelijst met die papflap. Maar mocht er nou iemand hieronder denken van papflap, dat ken ik wel en ik weet waar je dat moet halen. Laat het alsjeblieft weten of stuur het naar me op. Ik ben gewoon zo benieuwd wat het is. Moet ik nou nog vandaag wat proeven eigenlijk? Bier. Ja, bier. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. Had je verder niks meer op je lijstje staan? Ja, wafel. Maar ja, wafel heb ik al op. Maar ik wil het wel voor de video doen. Ik heb een heel leuke wafel smaak natuurlijk. Ja, maar niet met chocola. Nou goed, ik moet nog even kijken of ik nog iets tegenkom. Mensen hadden het ook over waterzooi. Dat vond ik niet zo heel lekker klinken. En daar heb ik ook niet zo heel erg trek in. En nog iets anders werd ook nog gezegd. Dat zie je allemaal donderdag trouwens pas in de video. Vandaag gaan we gewoon, Moeten we daar trouwens even onze tassen wel even in een kluisje leggen weer, hè, ja. Denk ik. Ja. Het is echt aan het regenen. We moeten even maar een parapluutje halen. Jezus, valt nog mee, hè? Het mist het een beetje. Nou, mooi. Uitgecheckt. Goed hotel. Je moet zeggen, toch? Fijn hotelletje. Ja, heerlijk. Ja. Mooier. Oké, dan gaan we nu nog even een leuke dag ervan maken. Kwart voor vier gaan we weer richting Nederland. Heel mooi. Oh, dat is mooi dit. Ja, we kunnen het gewoon even nog lopen hoor. Ja, maar wat specifieks wilde je doen? Niet, ja, ik moest nog bier drinken. En een papflap. We zijn nog op zoek naar een pap. Ja, dat gaat niet gebeuren denk ik. Zullen we gewoon naar het centrum toe lopen? Ja, zeker. We zijn erachter, de papflap is waarschijnlijk niet meer, want Irene heeft net een petitie zelfs gevonden dat de papflap weer terug moet komen, dus het bestaat niet meer. Maar goed, ik heb nu een ander iets en in die video ga je zien wat het is. Het is een gebakje. Is het ook eetbaar? Niet eetbaar, staat ook echt niet eetbaar van. Parapluutje is wel goed van pas gekomen. Ja, dus echt nee, je wilt er niet onder. Nee, ik hou echt niet van onder parapluutje lopen. We gaan bijna richting huis. Ik wil nog heel even langs een stripwinkeltje. Nou ja, winkel is best groot. En dan gaan we naar Centraal. Oké, meer heb ik niet te melden. Wat is het? Voor de mensen die wel eens in Antwerpen zijn geweest. Jelena en ik hadden het er net over, maar het Centraal Station is hier denk ik wel de mooiste die je kent. Het is echt zo'n mooi gebouw. Van binnen ook. Thuis. En ik heb dit boekje in de post gekregen. Freek, kom eens hier. Kom eens. Kijk uit, vriend. Schatje. Nee. Kom eens hier. Ik wil een beetje aandacht. Ik ga zo met je knuffelen. Ik heb dus een boekje. En daar sta ik in. Dat is wel leuk van allemaal kunstenaars bij elkaar. En dat is wel leuk. Het is gewoon een boekje met allemaal illustraties en kunstdingetjes en zo. En lekker thuis. Wel jammer dat we allebei op onze eigen wegen gingen, maar goed. Zij moet morgen werken en ik moet morgen ook werken, dus kon even niet anders. En nu ga ik lekker relaxen met deze vriend. Hè? Ja, ik heb helemaal geen mis, schat. Hasta luego. Dit heb ik zo lang niet meer gegeten. Er is een Thais restaurant hier in de buurt.
En die kon je heel lang niet meer bezorgen. En het is dan weer net te ver om te lopen. Daily bird. Top. Kip met cashew, met allemaal groenten. En een heel lekker sausje zit erin. Heerlijk. Bedankt voor het kijken naar deze video. En mocht jij nou een trui of een shirt hebben besteld bij me. Als het goed is, is nu alles geleverd. Ik heb nu ook mijn spulletjes binnen. Ik ben heel erg blij mee. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie deze video net zo leuk vonden als dat ik vond om hem te maken. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie donderdag bij de proefvideo. Waarin ik allemaal eten probeer die ik in België heb gegeten. Zeg ik dit goed? Ik denk het wel. Ik weet het niet. Je snapt het. Donderdag nieuwe video. Tot dan.